Nou, uh, welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie uh, lekker geluncht hebben. Uh, we gaan nu met het middagprogramma uh, beginnen. En ik wilde jullie, uh, nou, jullie kennen hem misschien al, want hij heeft hier uh, vaker gesproken. Pieter Lexus. Eén keer vaker. Oh, valt mee. Valt mee, ja. En wij zijn uh, collega's, hè Pieter? Of, uh, zo, uh, zo, zo noemen we het wel, ja. Of, of competitie. Of comp nah, nee, ja en ja, nee, ja en nee. Ja, nee. Pieter werkt voor uh, PowerDNS en uh, ik voor Nl Labs, dus we werken altijd twee aan uh, DNS. En uh, nou goed, ik weet niet uh, wat jullie allemaal uh, kennen uh, aan uh, tools voor uh, systeembeheer of om je systeembeheer te doen, maar dat is eigenlijk allemaal niet meer nodig. <laughs> Want het enige wat je nog hoeft te weten is uh, Yang en Netconf. En daar gaat uh, Pieter jullie alles over vertellen. Nou, dus. niet, niet alles, want dan zijn we nogal oh, nee. we nog drie dagen bezig. Nee, maar, uh, <laughs> Ik ga een hele korte <laughs> samenvatting geven. <laughs> een korte samenvatting. Hartelijk applaus voor Pieter. Nee, dankjewel, uh, dankjewel, Willem. Uh, ik ga het blijkbaar in het Nederlands doen. Ik denk dat voor de laatste keer ik een prestatie heb gegeven in het Nederlands. Toen zat ik nog op de middelbare school. Dus uh, als ik me verspreek, dan uh, laat het me vooral even weten. Uh, even of die. Uh, ja, nee, ik, ik ga het gewoon uh, zo doen dan. Oké, okay, ik weet welke knop ik moet hebben, komt helemaal goed. Agenda voor vandaag uh, even korte introductie. Daarna vertel ik wat over configuratiemanagement. Ik gok dat jullie allemaal wel, uh, wel daar bekend mee zijn. Uh, vervolgens vertel ik jullie iets wat, wat NetConf en waarom NetConf nou eigenlijk uh, een ding zijn. Vervolgens uh, nou, daar merk je dat het vooral een, een protocol is en een, 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 een software stack om netwerkdevices te beheren. Uh, daarna ga ik jullie wat vertellen over hoe je dat op, uh, op Unix-systemen uh, kan, kan toepassen. Uh, in principe werkt de software op alle Unix-systemen, ik heb het zelf alleen op Linux natuurlijk geprobeerd. En dan doen we een kleine wrap-up en uh, dan, uh, dan mogen jullie allemaal weer gaan. Uh, Mochten jullie vragen hebben, onderbreek me vooral uh, tijdens de presentatie. Uh, achteraf is natuurlijk ook nog tijd om, uh, om vragen te stellen. So, wie ben ik, uh, Peter Lexis dus, ik werk voor PowerDNS, we maken hele mooie DNS software. En uh, ik ben vanuit mijn opleiding en mijn uh, vorige werk eigenlijk meer een, een, een sysadmin. Vooral op uh, Linux-gebied. Uh, uh, per ongeluk ben ik uh, bij PowerDNS uh, C ontwikkelaar geworden. Uh, mijn titel is daar ook Senior PowerDNS Engineer. Dat betekent dat ik eigenlijk gewoon alles doe. Samen met mijn, uh, met mijn collega's. En ik doe een hele hoop aan de CI/CD-kant, uh, packaging, uh, uh, deployment automation. Uh, een beetje klant, uh, klant deployments en dat soort dingen. Uh, merk op, heel duidelijk, hier staat nergens dat ik een netwerkengineer ben. De laatste keer dat ik dingen met routers en switches heb gedaan die niet in software geëmuleerd waren, was uh, denk ik op, uh, op de HBO. En dat is ook alweer uh, een jaar of negen geleden. Dus dan uh, weet je ook gelijk hoe oud ik uh, ongeveer uh, ben. Configuratiemanagement. Uh, jullie kennen het allemaal wel. Dit is het doel van configuratiemanagement. Niemand zou ooit nog een keer een shell aan moeten raken op een productiesysteem ooit. Op het moment dat iemand dat doet, is je systeem in een staat die je niet meer uh, onder controle hebt, moet je hem eigenlijk gewoon in de fix steken en opnieuw opbouwen, dan is hij weer in een staat uh, waar hij uh, zich uh, in zou moeten bevinden. En dat is voor mij uh, eigenlijk de kern van wat configuratiemanagement eigenlijk is. Je definieert een staat en daar moet die machine in zijn en als dat niet meer het geval is, dan, uh, dan uh, loopt alles in de, in de soep. Uh, er zijn een hoop verschillende uh, configuratie systemen. Uh, Wie kent CF Engine nog? Oké, okay. dat uh, zegt ook, nou, behalve jij, maar de rest zegt wel hoe oud het is. Uh, <laughs> CF Engine uit 1993, uh, BCFG2, iemand? Oké, okay, prima, gewoon vergeten dat ik het ooit gezegd heb. Uh, Puppet, wel bekend, ik denk dat iedereen er wel een keer uh, per ongeluk aangezeten heeft. Op zich, ik, ik vind Puppet een heel, mooi, een heel mooi systeem hoor, daar niet, uh, daar niet van. Uh, Chef. Gok ik ook wel, ook wel bekend, yes. Uh, en natuurlijk uh, Salt, die uh, is een beetje een ongeschoven kindje in de, in de Python wereld voor, uh, voor systeembeheer. En Ansible, gok dat iedereen daar uh, wel een keertje een soort van in, uh, in heeft gejammeld script om, uh, om mooie dingen voor elkaar te krijgen. Uh, en wat nieuwer is uh, mgmt Config of MGMD-CFG, wat echt de allerslechtste naam voor een configuratiemanagement systeem ooit is. Probeer maar eens een keer de documentatie te vinden ervan. <laughs> met die woorden. Um, maar dat is, uh, het is wat nieuwer en uh, het, het, is, het is heel keurig opgebouwd. Het is, een, uh, het is eigenlijk een demon die overal, uh, die overal draait. Het is een beetje een, uh, een hobby dingetje van mij hoor. Dus, uh, nou, het, als, ik heb het niet gemaakt, maar ik vind het leuk om mee te spelen. Uh, die dingen als inotify en, en dbus gebruikt om, uh, om, uh, om, het, om het systeem zo op de staat te houden die, uh, die je wil. In zoverre zelfs dat als je een uh, file die onder beheer is met de hand aanpast, voordat je je daemon kan reloaden, is die alweer terugverplaatst naar, naar de state die men, die men wil. Dus dat is wel, wel geinig, maar daar ga ik het helemaal niet over hebben. Maar ik denk, mocht je ooit een keer willen, willen spelen, dan, dan kan dat. Uh, dit zijn een beetje de, de eigenschappen die configuratie management tools hebben. Sommige hebben, hebben ze in meer of mindere mate, maar wat je vooral ziet is, ze zijn declaratief. Dus je, je zegt, oké, okay, het systeem moet in deze staat zijn. Je zegt niet, doe dit, doe dit, doe dit, doe dit. Doe dit. En dan hoop je maar dat hij uh, in de juiste staat is uh, aan, het, uh, aan het einde daarvan. Hoewel met Ansible die, uh, die lijn een beetje vaag is, zoals je misschien wel, uh, wel weet. Uh, zeker als je halverwege een, uh, een error krijgt, dan, uh, ja, dan kun je ook gewoon opnieuw beginnen. Uh, het is vaak idempotent. Dus uh, als je uh, zegt, kom in deze staat en je runt het systeem opnieuw, dan verandert hij niks als er niks veranderd hoeft te worden. Uh, vaak is het ook nog wel convergent. Dat zie je met, uh, met, met Puppet vooral, dat, uh, dat is inderdaad al resources van elkaar af kunnen hangen. En pas als de ene in de juiste state is, dat die, uh, dat die door kan uh, naar, de, naar de volgende uh, stappen. En je ziet heel vaak natuurlijk dat er code reusability is en modulariteit. Uh, zoals dus de Puppet Forge uh, bestaat. Ik uh, oh, ben even kwijt hoe die van chef heet. Volgens mij heette dat recipes die je kan downloaden. Je hebt Ansible modules, et cetera. Uh, die, die, die je dus kan uh, downloaden, aanpassen en uh, voor je eigen systemen kan, uh, kan gebruiken. Um, als je naar dit soort configuratiemanagementsystemen, dus uh, die vooral voor uh, Unix systemen zijn, kijkt, en je wil dit gaan toepassen op netwerkapparaten, zie je dat, uh, dat, het, dat wat je op Unix krijgt, is heel fijn, maar als je, naar network, als je dat voor netwerkdevices wil gebruiken, is het niet zo mooi. Het zijn vaak, uh, als je geluk hebt, is het een fancy CLI wrapper. Uh, als je pech hebt, uh, moet je gewoon zelf je CLI commando's maar in je jammel zetten en uh, maar hopen dat, uh, dat het systeem het juiste doet. Uh, je kan natuurlijk altijd nog een beetje proberen met uh, line in file of met, met, wat, met wat greps en zo te kijken of je al in de huidige staat bent. Uh, vaak is dat inderdaad niet echt declaratief. Je zegt meer van, oké, okay, voer dit maar gewoon uit. En gelukkig zijn de meeste netwerkapparaten slim genoeg om dan te zeggen, oh ja, maar dat is, al, dat is al zo, dus dan, dan ga ik niks voor je doen. Maar soms heb je dus ook kans dat je gewoon dingen maar blijft doen, blijft doen, blijft doen op het netwerkapparaat. En uh, ja, daar, daar wordt gewoon niemand blij van, want het netwerkapparaat is dan in een, na iedere run in een andere staat. Um, er is gewoon het, het, het paradigma past niet helemaal uh, als je kijkt naar uh, de huidige systemen voor Unix versus wat er op, uh, op netwerkapparaten nodig is. Met netwerkapparaten bedoel ik trouwens uh, routers, switches en enig andere apparatuur wat, uh, wat uh, dus in het netwerk uh, hangt. Dan waarom zou je Young Netconf willen gebruiken? Wie heeft ooit trouwens gehoord van één van deze twee dingen? Oké, okay. uh, ben je ook een network engineer? Begonnen, oké, okay, nou ja, uh, je moet ergens beginnen. Nee, dat bedoel ik helemaal niet slecht, maar je, je bent... Je... Je, je, je bent hier op een Unix-iets. Uh, en weet je, de meeste mensen leren wel netwerkbeheer daarna. Uh, maar ik heb deze prestatie ook gegeven bij, een, uh, bij de NL nog. En dat zijn vooral allemaal network engineers die dan Unix on the site doen, zeg maar. Die zijn dan daar net mee begonnen. Dus vandaar. Um, als je netwerkdevices configureert, heb je natuurlijk uh, meerdere manieren om, uh, om dat te doen. Uh, vaak gebruik je daar gewoon de CLI voor. Uh, de CLI. Uh, goed, Cisco heeft een andere dan Juniper, heeft weer een andere dan Arista. En uh, ja, je kan uh, heel erg veel certificaten krijgen voor, uh, voor elk type uh, vendor die er, die er is. Uh, wil je het iets fancier hebben met webinterfaces en API's? Kan allemaal. Behalve dan dat alle vendors ook een beetje hun eigen API erop uh, op nahouden. Um, dan heb je nog het uh, Simple Network Management Protocol, SNMP. Wat. Uh, Omschreven wordt als het is niet simpel, het is eigenlijk wel geen netwerkmanagement protocol. Uh, en dat heeft ook gewoon een hele hoop uh, problemen. Uh, nou, iedereen is waarschijnlijk wel bekend met v 3 dat het inmiddels al een beetje veilig is. Uh, het tweede probleem is dat alle uh, zogenaamde MIB's uh, daarvoor niet gestandardiseerd zijn. Dus elke vendor heeft eigenlijk gewoon zijn eigen device description, uh, je kan niet zeggen van oh ja, ik heb deze switch met 24 poorten en deze switch met 24 poorten dus ze we zijn wel een beetje vergelijkbaar maar qua configuratie of MIB's uh, is dat uh, zeker niet het, uh, niet het geval en wat je ook nog vaak ziet uh, met MIB's is dat je vooral data, of met SNP. dat je vooral data uit de apparaten haalt dus je haalt je statistieken eruit, je haalt je counters eruit, je, je errors en dat soort dingen uh, maar voor configuratie wordt het niet echt heel veel gebruikt wat er toch Waar het toch wel een beetje voor, uh, voor bedoeld was. Een uh, hele tijd geleden, volgens mij in 2002, is RFC 3535 35 geschreven. Uh, erg goed leesbare RFC. Uh, meer een blogpost dan een, uh, dan een specificatiedocument, eigenlijk. En daar is paragraaf 3, de uh, operator requirements. Uh, dit, uh, deze RFC gaat over wat netwerkoperators nou eigenlijk zouden willen hebben, of wat netwerkapparaten zouden moeten doen. En wat, uh, waar uh, paragraaf 3 over gaat, Ga, uh, dus er staan twaalf dingen in, uh, het is anderhalve pagina of zo, dus pak hem er vooral een keer bij. Uh, maar dit is wat, uh, waar het op neerkomt. Het uh, hele netwerk moet geconfigureerd kunnen worden, versus losse apparaten. Want je hebt niet één switch, ja soms wel, maar meestal ben je wat grotere netwerken aan het beheren met, met tientallen en honderden switches, uh, tientallen routers... Uh, die allemaal hun eigen, uh, eigen dingen praten. Je wil NPLS-velans kunnen aanleggen over je hele netwerk. En je wil niet op iedere router apart gaan inloggen om die NPLS-dingen uit te gaan uh, rollen. Um, men wil dat je volledige transacties kan doen met verschillende apparaten. Dus uh, ik wil dit velan graag uitrollen. Oh, op dit apparaat lukt dat niet. Rol dan maar alles helemaal terug naar de vorige staat. Uh, je wil je configuratie ergens centraal op kunnen slaan, zodat je het makkelijk kan backuppen. Versus dat je iedere configuratie uit elk apparaat moet gaan, uh, moet gaan sleuren. En uh, ook heel belangrijk is, dingen die vergelijkbaar zijn tussen verschillende apparaten, moeten ook eigenlijk aan hetzelfde schema voldoen. Dus ik heb een apparaat met 24 switchpoorten, maakt niet uit van welke vendor. Maar het schema is hetzelfde, dus ik kan mijn 24 poorten op dezelfde manier aansturen als, uh, uh, als, als de apparaat van de andere vendor. Uh, natuurlijk zijn er altijd wel wat features die niet overeenkomen, maar daar ga ik het zo nog wel even over hebben. En er moet een goede scheiding zijn tussen daadwerkelijke configuratiedata, uh, state data, dus bijvoorbeeld is de poort up of down, en daadwerkelijke statistieken. En een van de grote takeaways daar uh, van deze operator requirements is dus ook dat automation must be easy. Ik zeg should be easy, want uh, deze RFC is uh, geschreven in een, uh, een blogpostvorm, maar. In feite weten we allemaal, automation moet makkelijk zijn, anders gebruik je het niet. En uh, zelfs uh, de mensen uit, uit de netwerkwereld hebben inmiddels door dat je toch echt wel meer automation nodig hebt. Omdat je anders gewoon uh, ja, de draad kwijtraakt en uh, drie mensen hebt die uh, goed veel geld betaalt en hopen dat ze niet weggaan uh, omdat alles anders instort. En zelfs uh, netwerkmensen schrijven dus dit soort boeken. Waarin staat, de CLI is no longer the norm. If a feature cannot be automated, it does not exist. En uh, in, de, in de, de systeembeheerwereld is het natuurlijk al een hele lange tijd eigenlijk de norm. Maar in de netwerkwereld zie je dat toch wel een, uh, een stuk minder. Dan zijn deze authors natuurlijk wel een beetje bevooroordeeld. Want uh, het, het boek heet ook Network Programming with Yang. En dit uh, is volgens mij pagina 4. Maar uh, het, het, het leeft in ieder geval daar, lijkt erop. Dus de IETF, onze, onze grote vrienden die alle, alle goede standaarden maken, hebben uh, natuurlijk een oplossing verzonnen op basis van die requirements uit RFC 3535. En de oplossing is Netconf, wat uh, als een Configuration Management Protocol wordt genoemd, en Yang, wat een taal is om apparaten of zaken te modelleren eigenlijk. Uh, denk aan Yang, uh, aan Protobuf of iets dergelijks, je kan dus een heel datamodel daarbij. Um, Daarmee maken. Uh, ze hebben een hele berg RFC's uh, gemaakt. Uh, ik heb ze vanaf uh, zeg maar de eerste Netconf uh, hier genoemd, december 2006. Uh, de laatste die ik uh, heb hier is 2016, want ik had geen slide meer over. Uh, er zijn er inmiddels nog een hele hoop, en er zijn ook een hele hoop standaard modellen vanuit de ITF uh, gemaakt inmiddels. Uh, Netconf, het protocol zelf. Heel mooi, uh, natuurlijk weer opgebouwd uit, uh, uit laagjes. Onderste laag, uh, transportlaag, zoals we hem uh, kennen. Uh, huidige Netconf uh, is alleen nog maar SSH. Voorheen was het ook TLS uh, en allemaal uh, andere gekke, gekke dingetjes. Maar uh, Netconf zelf gaat tegenwoordig alleen nog maar over, uh, over SSH. Uh, die, uh, die dragen dus uh, messages. En het is 100% een RPC-protocol. Dus uh, je hebt alleen maar RPC's en re uh, replies op, uh, op die, RR, uh, op die uh, RPC's. De, vervolgens die RPC's hebben uh, verschillende operations. Eentje van bijvoorbeeld edit config of commit config uh, of iets dergelijks. En daarbinnenin zit dus de content weer, uh, die dus de configuratie data uh, bevat. En hetzelfde geldt ook voor als jij um, statistieken wil hebben, dan heb je dus een uh, operation die uh, volgens mij get statistics heet, dat durf ik je even niet met zekerheid te zeggen. Uh, zoals ik zei, ik ben geen network engineer, ik, uh, ik kom hier af en toe mee in aanraking en ik uh, vond het interessant om te vertellen. Uh, maar dan is dus de RPC reply, er zitten dus een hele hoop statistieken in van het deel van, uh, van het apparaat wat je ze wil, uh, willen zien. Omdat het uh, natuurlijk een, een standaard is, kan je het implementeren op, uh, op tig manieren. En uh, dit is hoe alles een beetje, een beetje samenhangt. Je hebt dus uh, Yang, de modelleertaal. Vanuit daar kan je een zogenaamd uh, model maken. Dus denk dat is je protobuf uh, file. Uh, vanuit daar kan je dus je data daadwerkelijk gewoon op elke mogelijke manier encoden. Zolang het maar een soort van boomstructuur is. Dus uh, XML, JSON, je zou zelfs een Jaml kunnen doen, protobuf. Maakt op zich niet uit waarin je het uh, stopt. Uh, deze data kan je dan weer over verschillende protocollen dragen, uh, netconf heb ik dus al een beetje, een beetje genoemd. Je hebt ook uh, RESTconf, uh, nou, dat neemt eigenlijk het hele netconf verhaal, maar stopt het in uh, HTTP, URIs. Uh, het is allemaal eigenlijk, uh, uh, je kan het eigenlijk gewoon allemaal met elkaar vergelijken, omdat, het, uh, omdat er gewoon manieren zijn om de ene uh, soort data in de andere te, te vertalen. Uh, er is ook gRPC, dat wordt tegenwoordig uh, een beetje de nieuwe standaard, heb ik, heb ik gemerkt. Maar dit is alleen hoe, hoe, dus, hoe de data wordt, uh, wordt gedragen. En uh, dan heb je ook nog uh, honderd, honderden soorten tooling. om daadwerkelijk de orkeste, or, orchestratie. Oeh. orchestration te doen. We gebruiken maar even het Engelse woord ervoor. Um, open Daylight is een uh, vrij grote open source implementatie. Je hebt de NSO orchestrators van Cisco. Uh, je hebt de Young Development Kit, volgens mij ook van Cisco, als ik me niet vergis. En die kunnen natuurlijk uh, geschreven zijn in elke mogelijke uh, taal die je wil. Uh, en daar kan je dus ook je eigen plugins eventueel schrijven, et cetera, voor je configuratiemanagement. Ja, ik zie een vraag. De laag orchestration application. Mm -hmm. Zijn dat switches, zijn dat... Uh, nee, je, je orchestration laag is echt een, een stuk software wat ergens op een, op een server draait. Waar je dus centraal je configuraties op kan slaan en al je datamodellen van al je apparaten hebt. En deze doet dus de, de RPC's naar de apparaten in je netwerk. Ontbreekt dan in dat schema nog een laag? De, de, de laag naar de apparaten, de, naar de, de laag naar de... de de devices. In, in feite zit hij uh, op dezelfde uh, laag tussen de protocol en de orchestration application, omdat um, de orchestrator spreekt een of meer van deze uh, protocollen uh, en spreekt dat met de apparaten. Oké, okay, dus die laag is apparaten, zowel servers als uh, switches, routers. Uh, ja, ja, die spreken. Dat als, als, als je het goed inkoopt, spreken ze allemaal Netconf of, uh, of Restconf of iets, uh, iets in die richting. Uh, wat je dan doet. Ik had het er misschien wat beter uit kunnen leggen. Want het, uh, uh, voor voor, voor, voor netwerk engineers was dit heel erg logisch allemaal. Um, wat je dan doet, is je koopt je apparaat. Je krijgt de Young-modellen. Die laat je in in je, in je orchestratie-software. Uh, je, je zegt je, je software: oké, okay, nou de switches en routers zitten zo aan elkaar geknoopt. Je maakt een soort model ook weer van de modellen die je al hebt. Uh, en je zegt dan: oké, okay, uh, configureer maar x, y en z over het hele netwerk heen. En je orchestra orchestration uh, framework gaat dus naar je apparaten om ervoor te zorgen dat deze configuratie wordt, uh, wordt uitgerold. Uh, laat me raden, op de volgende slide komt er een plaatje van. Uh, volgens mij niet. Geeft niet. Maar, uh, Dankjewel. Uh, Dankjewel. Ja, was het wel duidelijk? Medium. Denk, 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 de, denk, uh, denk aan dat uh, hier de orchestrator is bijvoorbeeld je Ansible Tower. Of uh, AWX heet dat tegenwoordig, geloof ik. Of je. Uh, ja, exact. Maak, maak dat het duidelijker. Nu Ja, Oké. Okay. Ja, super. Um, Netconf heeft een hoop uh, features in het protocol zitten. Uh, ze hebben uh, dus uh, CRUD-operaties uh, voor de hele configuratie, dus uh, create, remove, update en delete. En uh, zoals heel veel config management systemen dat voor uh, normale Unix-systemen hebben, ook uh, volledig declaratief. Uh, dat komt natuurlijk omdat je het model hebt waarin uh, precies staat wat wel en niet uh, kan. Uh, er zit natuurlijk uh, een verschil tussen configuratie en operationele state in. Dus uh, je kan configuratie pushen en uh, poelen, maar. Uh, en je kan uh, operationele state alleen maar poelen, want. Ja, je kan niet zeggen van. Hey, je poort is up. Nee, dat is configuratie, dat is geen, uh, geen state. Um, en je kan netwerk, uh, netwerkwijde transacties doen, die volledig eigenlijk aan asset uh, voldoen. Dus, zoals ik al eerder zei, uh, ik wil een MPLS-VLAN hebben, en deze en deze en deze routers moeten daar aan meedoen. Hier is, hier is de informatie daarvan, rol maar uit. Oh, één router heeft uh, een probleem met zijn geheugen, kan het niet opslaan. Uh, dan wil ik na vijf minuten vanzelf een rollback doen op al die apparaten. om uh, weer in mijn vorige state, uh, configuratie state terecht te komen. Uh, je hebt dus ook volledig rollback support erin zitten. En uh, Netconf wordt zowel gebruikt voor de orchestrator. Uh, om tegen de apparaten, uh, dus de controllers aan te praten, maar ook om vanuit je. Vanuit een of andere management systeem wat je daar nog bovenop hebt, zoals je, je business logic, kan ook met je orchestrator praten om dingen uit te rollen. Een voorbeeld daarvan is uh, een, een, een klant van ons, een uh, grote ISP, die hebben in, uh, in een land, uh, in Europa, hebben ze hun hele netwerk op een in Netconf draaien. En dat gaat zelfs zo ver dat als een klant uh, de modem aansluit. Uh, weten ze uh, op basis van de informatie die vanuit de, de, de edge routers komt uh, welk apparaat het is? En gebruiken ze Netconf vanuit hun centrale orchestrator om de modem bij de klanten te configureren? En dat zit dus allemaal in, het, uh, in één grote orchestrator en in één uh, groot, uh, grote boomstructuur. Uh, het mooie is ook dat je eigenlijk um, de, de binnenkant van het apparaat niet per se uh, hoeft, uh, hoeft te zien. Als jij een, uh, een switch hebt. Van twee verschillende merken en je wil gewoon deze poort moet die snelheid hebben en die poort moet die snelheid hebben. Hoe dat apparaat het doet, het zal je worst wezen. Weet je, als, die, als die Linux draait, dan gebruikt hij ETH tool. Uh, als het een of ander custom ding is, dan gebruikt hij misschien een of andere tooling. Dat hoef je helemaal niet te zien. Het enige wat jij weet is: dit apparaat heeft deze capaciteiten, ik kan deze poort op 100 Mbit zetten, doe maar. Dus je hoeft niet meer na te denken over hoe je het moet doen of hoe het intern zou werken, je hoeft alleen maar te zeggen dat het moet gebeuren. Uh, welke apparaten doen er allemaal netconf? Nou, uh, tegenwoordig bijna elke switch- en routervender uh, doet het wel. Uh, Alcatel, Arista, Brocade, et cetera, et cetera. Uh, een heleboel orchestration frameworks waar ik het al over had. Uh, een hoop network management systems uh, ook. En je hebt ook configuratie management software, zoals Ansible, die tegenwoordig netconf kan spreken. Helaas, natuurlijk omdat het meer voor ons mensen is... Um, kan het bijvoorbeeld geen young modellen lezen. Dus je moet gewoon rauwe netconf, xml erin stoppen en dan maar hopen dat het, uh, dat het goed gaat. Ik uh, ben al de hele tijd over young aan het praten, maar wat is dat nou eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Nou, het, uh, in in echte uh, mooie stijl heet het uh, young en dat staat voor yet another next generation. Uh, omdat de ITF al meerdere keren heeft geprobeerd een uh, nieuwe modelleertaal en een uh, netwerkconfiguratietaal te maken. En uh, dit, dit was er nog eentje, maar deze is blijkbaar blijven hangen. Uh, en het is gewoon een, een taal, een taal waarin je dingen kan modelleren. Je hebt heel veel ingebouwde types, uh, je hebt uh, gewoon je, je, je boels, je ints, uh, je, je vrije tekstvelden. Je hebt types die je kan hergebruiken, wat heel fijn is voor eigenlijk alles in deze wereld. Uh, je, je, je hebt structure types, je hebt maps, je hebt lists, uh, je kan types uh, deriven. Dus bijvoorbeeld, uh, je kan een int hebben en zeggen, ja deze int, uh, ik maak er eigenlijk een, uh, een procent van. En een procent is een integer die maar tussen de 0 en de 100 kan zijn. Uh, daarbij heb je ook gelijk data constraints, dus je kan ook zeggen, dit getal mag alleen maar hier tussen zijn. En als ik dus aan een apparaat vraag van, hey kan jij deze, uh, deze config op uh, 520 zetten? Dan zegt het apparaat, nee, kan niet. Of eigenlijk zegt je, zegt je orchestrator dan al, nee, want het model zegt dat het helemaal niet kan. Dus je krijgt al meteen uh, op de vroegste mogelijke manier feedback dat iets, uh, iets niet zou kunnen, als het model natuurlijk goed, uh, goed geschreven is. Uh, het is modulair, dus je kan imports doen, uh, je kan uh, subgroepen uh, ergens uithalen. En uh, het is allemaal versioned. Ieder model is versioned, dus je kan gewoon zeggen... Ik heb uh, twee modellen, uh, versie 1 en versie 2 van dit apparaat. Ze beschrijven precies hetzelfde. Alleen in versie 2 zitten wat meer features. En ook misschien een feature voor een apparaat wat ik uh, eigenlijk helemaal niet heb. Maar je kan dus zelfs uh, aangeven: hé, hey, op basis van dit model, me, geef mij maar gewoon de huidige configuratie. Dus uh, daarmee kan je dus ook configuratie porten van, uh, van uh, oud naar, uh, naar nieuw. Uh, en zo'n model ziet er bijvoorbeeld zo uit. Ik, uh, ik definieer hier een, een grouping, dat betekent dus dat ik meerdere zogenaamde uh, leaves bij elkaar uh, gooi. Dus het is zoals ik zei, het is, een, het is een beetje een boomstructuur, daarom kan je het in YAML, JSON, uh, XML allemaal uitdrukken. Uh, ik geef hem een uh, description, en dus is blijkbaar een IP endpoint. Ik maak een uh, leaf, het heet uh, IP address, en dit is van type INET IP address no zone. Dit is uh, dus een, een type wat de ITF heeft, uh, heeft gemaakt. Um, het is in feite onder water een, een stringtype met gewoon heel veel regex restricties uh, die, die hij uh, die die mag hebben. Uh, en hij is verplicht om op te geven als je deze, uh, deze grouping gebruikt. En dat is natuurlijk een port, en uh, dat is het type uh, port number. En dat is dus een, een integer die maximaal uh, 65k mag zijn. En zo kan je uh, in een heel model bijvoorbeeld dit in elkaar duwen: uh, Ik heb een container, dat heet listen addresses. Dus blijkbaar gaat deze over waar deze service op moet luisteren. Er uh, zit een lijst in, uh, waarbij elk element een listen address heet. Dat, uh, de, de naamgeving moet je soms even uh, je hoofd omheen uh, vouwen. Um, het heeft een naam, dus je geeft elke, elke listen, uh, listen address een naam. Bijvoorbeeld uh, uh, port, eh, of, uh, niet port uh, in, interface 1, interface 2, etc. Um, ik geef als data constraint aan dat ik, IP-adres en port moet altijd uniek zijn. Dus ik mag niet uh, een, uh, een IP-adres port met een andere naam hierin zetten. Als je dat probeert, zegt, uh, zegt je orchestrator of het apparaat meteen, oh, dat, uh, dat voldoet niet aan het model, probeer het nog een keer. Uh, het gebruikt endpoint, uh, wat ik dus op de vorige slide heb, uh, heb laten zien. Alleen het zegt, deze, uh, deze, deze leaf, genaamd port, die default trouwens naar 25. Dus blijkbaar zou dit iets voor een mailserver uh, kunnen zijn. Um, verder heb je dus nog de read, uh, read only dingen, zoals bijvoorbeeld statistieken. Uh, config false, geef je daar geef je het model aan. En dit is een uh, connection count, en dat is blijkbaar van het type Uint uh, 32. En die kan, die kan je uitlezen als je dat uh, zou willen. Uh, allemaal weer in een hele mooie hiërarchie. Uh, dit is dus het model wat ik eigenlijk net, uh, net liet zien. Ik heb een stukje config. Dat heet listen addresses. Daarin zit, uh, zit uh, nul. Nou, het sterretje geeft dus aan of het, uh, dat is nul of meer listen addresses gekieerd by name. Neem eens een string. Nou, ip sport hebben we het al over gehad. En dan hebben we nog uh, de read only counters die, een, uh, die optioneel is de connection count. Het uh, fijne hiervan is, uh, dit is dus een model wat ik zelf heb gemaakt, maar er zijn heel veel modellen al geschreven. Uh, de ITF heeft er een hoop, zelfs voor uh, SSH-servers, TLS-servers, met alle crypto uh, primitieven er, uh, er ook in. Uh, er is voor interface-types er, zijn er modules, je hebt IP-adressen, heb je modules. En uh, heel veel vendors uh, gebruiken ook gewoon deze standaard modellen van uh, zowel de ITF uh, als uh, andere uh, toko's zoals uh, OpenConfig om, uh, om hun eigen modellen of hun eigen apparaten te modelleren. Uh, kan je gewoon op GitHub ook vinden. En uh, het is op zich best wel interessant om eens uh, doorheen te kijken wat, er nou, wat je nou eigenlijk allemaal kan met een, uh, een netwerkapparaat. Maar kunnen we dit nou eigenlijk ook toepassen op wat wij nou eigenlijk doen? Um, in principe is de serverarchitectuur, uh, een, ne, uh, een, een switch is een netconf server, of zo heet dat, uh, omdat het netconf spreekt en het, uh, en het wat uh, aan wat eigenschappen voldoet. Um, het, het kan namelijk uh, RPC doen, het heeft een of andere netconf engine die, uh, die dat allemaal praat, allemaal superleuk. En dat heeft gewoon een paar, een, paar, een paar dingen die je nodig hebt. Eentje is de, uh, alle metadata, uh, dus de configuratie, de state data, uh, eventueel notifications. Dus, uh, Net, Netconf kan je ook dingen mee uitzenden, zoals uh, vergelijk met SNMP traps. Uh, en uh, operations zijn, uh, zijn eenmalige dingen die je kan, uh, kan uitvoeren, bijvoorbeeld doen een restart, dat is, uh, soort, uh, dat is een soort operation. Uh, heeft ook zijn eigen Young-modellen ingeladen, dus het apparaat weet ook zelf wat hij, wat hij wel en niet kan. En dan heeft de configuratiedatabase en dan vervolgens alle componenten die, die je kan aansturen. Dus hier zou dan je, de, de aansturing voor je switchpoort, de aansturing voor de, voor de software zitten. En dit is heel erg makkelijk te porten natuurlijk naar wat wij, wat wij kennen. Um, maar maakt het sens? Misschien. Heel veel applicaties die wij beheren, of wij, ik bedoel in het algemeen, wij als, wij als Unix mensen zou je kunnen omschrijven als een soort netwerkfunctie. Een mailserver is in feite niks anders dan een apparaat wat mail afhandelt in je netwerk. Een DNS-resolver is niks anders dan eigenlijk een heel simpel stukje software ergens, wat je prima, wat je prima op een switch of iets dergelijks kan draaien. Uh, met de juiste orchestrator kan je dus ook je hele infrageversion hebben. Stel je beheert al al je switches en routers met NetCon van Young, waarom niet die paar extra diensten die je ernaast moet hebben draaien, zoals ook bijvoorbeeld je DSP server waarom zou die ook niet hierin willen hebben zitten? Uh, en zelfs als je nadenkt over Young als modelleertaal als je geen netconf gebruikt, is Yang ook een hele mooie manier om dingen gewoon uh, te modelleren en eventueel te gebruiken als uh, configuratietrees in software die je al hebt. Uh, ik, heb, ik zit te kijken of ik dit kon integreren in PowerDNS. Helaas was uh, de library die ik gebruikte uh, de verkeerde licentie. Dus dat, uh, dat kon er weer niet, maar het, het, het idee is er. En het idee is ook, ik vind het een heel mooi idee ook, het hele modelleren. En, het, en gewoon zeggen, oké, okay, dit is het model en dit zijn de restricties. Je hoeft dan eigenlijk helemaal geen extra software te schrijven om te controleren of, uh, of je configuratie die je wil pushen nou eigenlijk goed is. Uh, en als je dus al Yang in het komt gebruiken, nou, dan heb je eigenlijk niks anders nodig. Dan heb je, hoef je niet nog een beetje Ansible ernaast te hebben om je, je laatste systemen te beheren. Um, dus uh, wat, uh, wat, wat voor software heb je dan? Uh, je hebt LibYang, inmiddels uh, versie 2. Uh, SysRepo ook inmiddels versie 2. Uh, waarbij LibYang is een, hele, is een uh, parser en een toolkit voor Yang. Uh, best wel krachtig. Ik uh, was wel... Uh, Tevreden over wat hij allemaal kan. Uh, Sysrepo is een, uh, is een Young Datastore, dus die, uh, die laat modellen in en kan dus de geïnstanceerde data opslaan en uh, wijzigen. Uh, en is een, een Netconf server en een client. Uh, gelukkig allemaal geschreven en meteen door dezelfde mensen. Uh, Cessnet is, zeg maar, de Surfnet van Tsjechië. Uh, en uh, wordt ook echt actief, uh, actief onderhouden, deze software. Volgens mij uh, meerdere commits per dag zie ik voorbij komen op, op GitHub. Het is wel allemaal in C geschreven, maar, uh, waar niet iedereen blij mee is, ik ook niet. Maar gelukkig waren er uh, genoeg wrappers voor andere talen zoals C. En volgens mij hebben ze ook een Go en Python wrapper. Uh, hoe, uh, hoe werkt dat dan? Nou, als je naar sysrepo kijkt, je hebt je network management system hier ergens. Uh, die praat netconf met netopier2. Dus eigenlijk begint je apparaat hier. Die gebruikt wat, uh, wat IPC naar sysrepo. Dus dit is echt waar je data opgeslagen is. En uh, applicaties uh, kunnen dus zich registreren voor verschillende stukken van de subboom bij SysRepo. Dus je kan zeggen, hey, dit deel wat de DNS server beschrijft, stuur mij maar een, uh, doe maar een callback hier naartoe als daar dingen veranderen. Of doe maar een callback hier als je operationele data wil, wil hebben uit deze subtree. Uh, het mooie is dus dat je, als je je software verschrijft, uh, je niet per se alles hoeft te doen. Je kan ook zeggen, nee ik wil alleen dit stukje van deze subboom uh, gebruiken. Ik heb een tool gemaakt, het heet PDNS SysRepo. En het enige wat het, het is vrij simpel, maar wat het doet is het configureert de PowerDNS Authoritative of server. Um, niet alles, maar bijvoorbeeld listen addresses en wat andere, wat andere dingetjes. Maar ook de zone-data. Hij kan de zoondata in SysRepo opslaan en PowerDNS kan dat dan gewoon uitlezen. Um, dit komt, ik heb dit gemaakt voor, uh, voor een R&D opdracht van een, uh, van een klant. Uh, en uh, deze R&D persoon leeft al 15 jaar in de toekomst. Bij hem is alles in Jan met Jan en NetConf gemodelleerd en, uh, en onderhouden. En hij zei tegen me: Ja, maar zo'n data is voor mij ook configuratie. Dat is niet aparte data. Dat, dat is gewoon configuratie van de nameserver. Ik vertel de nameserver hoe, wat zijn staat moet zijn, dus ook wat de, recor uh, de records daarin uh, moeten zijn. Daar duurde, had ik wat tijd voor nodig om dat, uh, dat zelf ook uh, te voelen, maar uh, ik kan hem geen ongelijk geven. Um, Onderwater gebruikt het een uh, remote backend, zodat PowerDNS gewoon lekker kan praten met, uh, met een klein toeltje die dan de SysRepo data weer vertaalt. Uh, maar dat hoeft de klant dus niet te weten. De klant heeft een model, kan met netconf tegen praten en het werkt. Um, ik heb een VM'tje uh, gebouwd, gewoon een enkele DNS server die je helemaal met netconf kon, kon uh, configureren. Mocht je willen kijken, het staat op GitHub. Uh, onder water ziet het er dus zo uit. De klant ziet niks verder dan dit. Maar onder water is het, nou, ik wil niet zeggen een bende, maar het, do do het doet een hoop. Uh, we hebben een klein toeltje, heet PDNS Sysrepo. Die uh, gebruikt SystemD om uh, herstarts uit te voeren als je bijvoorbeeld de listen addresses aanpast. Want uh, in PowerDNS kan je dat niet uh, on the fly doen. Uh, het schrijft ook de config file, zodat dus uh, als je configuratie verandert, schrijft hij de config file, herstart die PowerDNS. Klant ziet het niet, maar klant ziet alleen. Oh, configuraties gewijzigd en het is succesvol gegaan. Uh, we hebben uh, vervolgens uh, de, uh, een, klein, een klein stukje voor die remote backend. En daar had, hij dus een, uh, had PowerDNS dus een data vandaan. Uh, dus hiermee maak je gewoon onzichtbaar voor de, voor de klant uh, wat, er, uh, wat er eigenlijk aan de binnenkant gebeurt. En aan de buitenkant is het uh, heel mooi. Voorbeelden van Network Management Systems? Uh, oh Ja. Uh, er werd gevraagd om voorbeelden van network management systems. Uh, Cisco NSO is er eentje. Uh, een van de weinige gratis downloads die je kan, uh, die je kan krijgen bij Cisco. Uh, er zit ook volgens mij een, uh, een setje uh, switches bij die je kan... Uh, uh, zeg maar switch images die je kan gebruiken om, uh, om, om een klein netwerkje te bouwen en, uh, en te, uh, een beetje te spelen met, uh, met, uh, met netconf. Uh, open... Even, even goed zeggen hoe die nou heet. Open, iets in die open Daylight. Open, sorry? Nee, dat is alleen volgens mij voor, voor, uh, voor statistieken en zo. Volgens mij doet hij geen Netconf van Yang. Ik, uh, ik, ik heb meer voorbeelden ergens op een eerdere slide staan. Dus, uh, uh, daylight doet het ook, geloof ik, ja. Klopt. Ja, dat is hem. Het heet allemaal open nog iets en het is altijd, uh, altijd lastig. Um, dus, dus werkt het eigenlijk, dat hele Yang- en verhaal voor Unix-systemen? Uh, het antwoord is ja. Ja, het werkt. Een soort van. Um, het. Het, het is niet groot. Um, ik weet dat uh, ISC, uh, de vriendelijke mensen die ook uh, de bindname server maken, hebben in hun uh, KIA uh, DSP server ook Netcon van Yang zitten, ook op basis van SysRepo. En uh, die wordt in productie gebruikt bij, uh, bij meerdere grote, grote telco's. En uh, ja, dat werkt. Er zijn een hoop plugins, ook bijvoorbeeld systeemplugins, waarbij je uh, gewoon systeemdata uh, kan, uh, kan ophalen via Netcon van Yang. Maar. Uh, ja, het is, het, is een, het is een C API en hij is heel erg C. En je moet ervan houden als je het schrijft. Ik hou er niet van. Ik heb gelukkig de C wrappers gebruikt. Uh, helaas hebben ze een nieuwe versie uitgebracht, 2.0. Hadden ze nog geen C wrappers voor. heb ik, heb ik uh, voor gevraagd. Komen binnenkort. Dus dan uh, ga ik misschien nog wel een, een keertje klussen. En uh, de versies zijn incompatible met elkaar. Uh, dat is een beetje onhandig als je één systeem wil hebben met uh, meerdere door Young. En uh, Netconf beheerde uh, uh, diensten. Uh, en de ene dienst kan alleen maar met een andere versie van SysRepo uh, omgaan. Uh, geen enkel OS heeft dit gepackaged, ooit. Ook een beetje een nadeel, nu is het bouwen niet super moeilijk, het is uh, gewoon een beetje CMake en, uh, en gaan. En uh, in de oudere versies, in 2.0, uh, is dat niet meer zo het geval. Maar in de oudere versies was het zo dat als je een klein foutje maakte in je plugin, dan kon gewoon het hele SysRepo-proces crashen en dan. Was je, uh, moest je je hele apparaat opstarten, en dan uh, mocht je hopen dat uh, de, de storage van de data nog, uh, nog goed was. Dat is op zich allemaal verholpen. En uh, to their credit, de the auteurs uh, zijn heel erg responsive, uh, zijn ook echt heel erg actief, en uh, willen ook graag dat dit uh, gewoon goed werkt. Dus ze zijn ook uh, bereid om je, om je te helpen. De wrap-up, Jan uh, in het conf. Uh, zijn of worden op dit moment de industriestandaard voor configuratie van netwerkapparaten? Um, en de meeste concepten kan je eigenlijk best wel goed toepassen op een systeemconfiguratie uh, manier. Uh, maar op dit moment is de software gewoon nog niet production ready. Maar het is zeker leuk om, uh, om mee te spelen. Als er vragen zijn, dan uh, ben ik uh, heel erg uh, bereid om die te beantwoorden. In een Unix-opgeving heb je vaak heel veel verschillende demons. Hè? Dus uh, weet ik, veel, uh, er zijn duizend uh, open source pakketten, als er mm -hmm. niet meer zijn, met allemaal hun eigen config-file uh, formaat. Mm -hmm. En uh, begrijp ik het goed dat je voor elk, elke aparte demon uh, een aparte plugin zou moeten maken? Of dat elke demon aangepast moet worden om, om hiermee om te kunnen gaan? Um, het antwoord is een beetje tweeledig. Uh, sommige demons. Uh, kan je natuurlijk onder een soort uh, paraplu schuiven, zeggen van nou uh, Exim, uh, Postfix, uh, dat zijn mailservers en die hebben deze dingen die ze, die ze sowieso hebben, zoals het luisteradres en uh, bijvoorbeeld een mailmap. Um, hoe, hoe je die op disk of in de config uitdrukt, um, maakt in principe niet uit, als je maar een goed model hebt waarin je uh, dat allemaal aan kan geven. Um, dus uh, nee, je zou niet per se een model hoeven schrijven voor. Ieder stuk software specifiek. Je zou wel een soort mooi model mogen schrijven voor een mailserver in het algemeen, waarbij je dan uh, feature flags hebt van waarbij je kan zeggen: Oh, Exim heeft wel deze features, maar Postfix heeft deze features niet. En dan worden bepaalde delen van de boom uh, wel of niet uh, uh, ingeschakeld. Nou, de tweede vraag was. Exim en Postfix in dit voorbeeld zullen er zelf ook support voor moeten hebben. Die, die, die moeten dat vertalen uh, naar, uh, naar hun juiste stukje configfile. Nou, dat hoeft dus niet per se. Uh, zoals ik in het uh, voorbeeld liet zien van wat ik met PowerDNS heb gedaan. PowerDNS is gewoon uh, vanilla, nou, ja, gewoon vanilla uh, rechtstreeks van de compiler zonder integratie. Uh, de integratie zit hem in een klein stukje, in een, in een kleine andere daemon... die met sysrepo praat en de configfile schrijft voor mij. Dus die heeft de logica om, om de vertaling te maken... Dus je zou een, een, een klein Python scriptje of zo kunnen schrijven wat uh, luistert naar veranderingen uit je datastore. Uh, de config-file op disk aanpast en een restart of een reload uitvoert op dat moment. Oké, okay, alsjeblieft. Zijn er nog meer vragen voor Pieter? We hebben nog vier minuten Nou, we hebben net wel even naar Demons gekeken, maar eh, dat is een hele brede wereld. Ik zou verwachten dat de eerste support komt in allerlei appliances die wel redelijk netwerk-related zijn. Dus denk aan storage appliances, uh, proxies, dat soort apparaten. Dat zou ik veel meer een eerste use case vinden dan echt. Klopt, die zijn een stuk makkelijker. Wereld. Alleen appliances zijn natuurlijk wel vaak wat meer gesloten apparaten. En uh, ik wilde het graag hebben over hoe je dit zelf eventueel zou kunnen implementeren op een, op een eigen systeem. Maar inderdaad, op appliances zal je dit uh, iets eerder zien dan, uh, dan volledige Unix uh, systemen. Maar als je je netwerk hier al op inricht en je hebt wat uh, demons die dit kunnen... Zou je al uh, kunnen zeggen, nou, ik heb gewoon een heel klein vm en die heeft gewoon één, één purpose, dat is namelijk de dhcp server en die beheer ik op deze manier. Dus ja, inderdaad. Het is, uh, appliances zou je niet eerder zien, maar je kan natuurlijk ook zelf je eigen appliance maken. Op, op basis van VM-tjes en, uh, en deze software. Verder nog vragen? Nee, ik, ik heb nog wel een vraag. Oké, okay. oh jee. <laughs> Jij weet er te veel van. Nee, Nee, nee. <laughs> Ja, de, dit uh, hangt best wel samen met standaardisatie. Hè? Ik denk Klopt. ook, uh, wat we net hoorden over al die demons. Als er een soort young model is voor uh, mail, voor e-mail. Dan uh, hoop je dat Exim en Postfix en al die uh, demons uh, dat gaan implementeren. Mm -hmm. of, nou, of er dus een derde partij komt die, uh, die een, uh, een klein rappertje implementeert. Ja, ja. Dus uh, hoe gaat het momenteel eigenlijk met uh, DNS en uh, Langzaam. Langzaam. Uh, er is één um, uh, persoon van uh, CZNIC, de, de uh, Tsjechische uh, SDN, uh, Die is langzaam bezig met een, een soort standaardmodel te maken voor, uh, voor, young, uh, voor DNS uh, te, te omschrijven, of DNS-servers te omschrijven in YANG. Uh, ze hebben ook al een, eigenlijk een volledig uitgewerkte DNS-server. Maar die is heel erg specifiek voor de NOT DNS server. Um, die heeft dus allemaal features die bijvoorbeeld PowerDNS niet heeft of, uh, of net op een andere manier zou, zou gebruiken. Uh, dingen zoals uh, ACL's doen wij niet aan in de authoritative server, waarbij Not, uh, de NOT server dat bijvoorbeeld wel doet. Um, zouden we zouden dat model dus wel kunnen gebruiken als we bijvoorbeeld een, een DNS-dist als proxy ervoor zouden zetten en daar de ACL's in zouden doen en dan een beetje, een beetje magie eroverheen sprinkelen. Um, maar uh, er is, is nu, geloof ik, een RFC om in ieder geval alle datatypes te omschrijven voor, uh, in Yang voor alle, uh, alle DNS-datatypes. Dus dat is stap 1. Ja, dat, dat dacht ik ook. Ja, ik heb ja. het niet opgezocht, maar hij, uh, hij was heel lang last call, inderdaad. Ja, klopt. Nee, die is, uh, er is nu inderdaad. Uh, maar niet, de, de, maar t, wat dat eigenlijk is, is uh, een model dat zegt: ja, IN, dus de klas, uh, internetklass, dat is uh, nummer 1. En dit is de, een IN is de mnemonic, en dat is het eigenlijk het enige. En uh, type A en uh, nummer 1 is hetzelfde als je het over, uh, als je het over uh, types hebt binnen de, binnen de DNS. Uh, alleen vanuit daar zou je dus inderdaad een model kunnen schrijven voor hoe zou een zone eruit moeten zien um, uh, binnen, een, binnen een nameserver. Ja. Maar ja, men, men is bezig, maar het gaat langzaam en er is ook weinig momentum, als, als ik heel eerlijk ben. Ja, 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 nou ja, ik, ik, ik las net 2001 uh, het requirements document, in 2006 uh, de eerste specificatie. Ja, ja. En, uh, maar ja, hoe lang heeft uh, DNSSEC geduurd of uh, IPv6? Hè? Ja, nou, nou DNSSEC. Ja. Ja. Ik, ik moet eerlijk toegeven: ik, dus, ik heb dus deze week een prestatie gegeven over DNSSEC. Uh, ja. Bij mij intern op, uh, want wij zijn, wij zijn onderdeel van een wat grotere toko, uh, en daar heb ik een prestatie aan gegeven. De, het, het heeft op zich maar zes jaar geduurd voordat de route gesigned was nadat uh, RFC 4035 uitgebracht was. Dus er is, hoop. er is hoop. Ja, maar daarvoor was er ook al een vorm van. Ja, maar NSC. dat was geen goede DNSSEC. <laughs> maar uh, dat is een presentatie van twee uur die ik ook nog best wel kan geven, maar dat wil je echt niet. We hebben geen tijd. Nee, in die ene minuut gaat het niet lukken. Goed. Verder nog uh, iemand vragen? Zo niet, dan uh, hartelijk dank, uh, Pieter. Graag ik heb een cadeautje voor je.